Yo, mensen, Luther, kijk naar een gloednieuwe video. Vandaag heb ik iets anders, iets. Ja, compleet anders. Dus, ik heb net mijn PlayStation opgestart en ik zie dat CarX Drift Racing Online een nieuwe update heeft. Dus, daar gaan we even naar checken. Dus, we zijn er. Dus, ik heb het al zowat al een beetje gezien, ook van andere YouTubers en dit en dat. Dus, de nieuwe update, genoemd Update 2.11.0. Er zijn hier en daar wat dingen veranderd, er zijn wat dingen bijgekomen, er zijn wat dingen toegevoegd en dingen weggedaan. Dus ik zal gewoon een paar dingen opnoemen. Ze hebben een nieuwe map toegevoegd, Endering. Ze hebben drie nieuwe auto's toegevoegd: de Pingwing, de Glorious XZ, de Flash. Drie nieuwe bodykits voor de Vanguard Corner 7C en de Cobra GT530. Er zijn wel dingen geüpdate aan de auto settings van de Tier 4 en 5 auto's. Bodykit namen zijn veranderd. Er zijn nieuwe stickers toegevoegd. Er is in de room, als je een room joint, zijn er de is het veranderd dat je de spelers die erin zitten ook, dat je kunt zien met wat dat spelen, PC, controller of Xbox. Wat is er nog veranderd? Je kunt nu uw stuur en uw persoon, je personage kunt je wegdoen. Als je naar de opties gaat en je gaat aan de camera settings, kun je dat allemaal veranderen. Je kunt ook uw raam wegdoen. Ik weet niet waarom, maar zal wel. Je kunt als je wilt, kunt het geluid van uw transmissie horen, dus je noemt de sequential gearbox. Zo hoort je me echt zo klikken als je in een versnelling gaat. Er zijn wat dingen ook gefixt, zoals fixed over adjustments in XDS races. Ik weet niet wat dat is, maar ik weet het niet. En er zijn reflections on e-tron gefixt. Nooit van gemerkt, maar ja. Dus, we gaan nu de drie nieuwe auto's pimpen. Ik heb ze al gekocht. Dus eerst dat ene bij klas 3, de Pingwing. Dat is een Sultus. Dat is zoiets Sultus in Amerika. Dus we gaan de Ultimate Engine in doen. Bodykit kunnen we kiezen nog. Ik heb de standaard. Deze lijkt me wel nice. Ja. Deze met klein. Oh. Een redelijk grote bodykit. En dan, wow, deze ook. Maar ik ga voor deze pakken, omdat ik deze al heb gekocht. Lampjes kunnen veranderen, we gaan ze gewoon zwart maken. Bumper, ja, gewoon wegdoen of niet. Doe hem niet weg. Hoed, kunt je wegdoen, doe het niet weg. Ik ga voor deze. Deze is mooier. Ik ga er gewoon de missiles spiegels erop zetten. Deur, nou, dan zet ik gewoon een klink op. Rollcage erin, sidecurves. Je pakt deze. Rebumper. Je pakt deze. Spoiler. Ik ga gewoon er snel door. Dan kunnen we de andere twee auto's ook pumpen. Plus de drie auto's met de nieuwe bodykits. Maar ik hou deze uitlaat gewoon. Wat zeteltjes erbij plaatsen. Ja, stuurtje erbij. Handrem, pak gewoon deze. Pak deze en dan de velgen. Er was ook een nieuw velg toegevoegd en dat is deze, maar. We gaan verder. Ik ga gewoon deze pakken. Ja, gaan we nog een kleurtje geven. Kleurtje. Ik ga hem eens gewoon grijs maken, zien of dat wel iets is. Gewoon zo grijs. Zoiets misschien. Ja. Gaan het zo houden.
De velgen laat ik gewoon zo. Ah ja, ik laat jullie de nieuwe stickers zien. Nieuwe stickers. Die waren met deze toegevoegd. Dus heb je deze allemaal plus en heb je vanaf hier allemaal nieuwe stickers. Nicefab in plaats van Wisefab. Ja, we zien er niet, niet verkeerd uit. Hier ook nog een paar. Hier zo. Ferrari logo. Blink. Zismo in plaats van Nismo. Underground. Cyberpunk in plaats van. En dan nu Cyberdrift. Midnight, Drift King. In plaats van Just Do It, Just Drift It met Nike logo. Zijn er gewoon. Ik denk dat dat is, denk ik. Wat ja, ik denk dat wel. Dan gaan we nu door naar de volgende auto. Voilà, de volgende auto is de Chloris XZ. Nou, lekker even pumpen. Dus je hebt een normale bodykit. Iets wijdere bodykit. Nog een wijdere bodykit. Ongeveer hetzelfde, maar dan een spoilertje erbij. Ah, hier gaat van achter het dak weg en zo. Yo. Een kleine bodykit. Dan zoiets. Ah, ik heb voor deze. Een lichte. Hou ik gewoon normaal. Bumper. Dan doe ik deze. Roof. Doe ik deze. Allebei. Nee, ik ga deze pakken. Dat kunnen we verkleuren. Spiegels zet ik deze erop. Rolkertje erin. Size curves pak ik gewoon deze denk ik. Rear bumper. Hou ik gewoon. Spoiler pak ik. Deze denk ik. Lichten pak ik gewoon deze. Je kunt ze ook wijden, man. Pak gewoon deze. Uitlaat pak ik deze. Dikke pijp, jongen. Zetels erin. Ik pak meestal ook al dezelfde zetels. Oh, ook meestal hetzelfde stuur. Hetzelfde handrem. Oh, dat is verkeerde. Deze. Ook altijd dezelfde schakelbakkie dingy. Dan gaan we doen de velgen. Laatste velgen gevonden. Ja. Dan gaan we nu de auto nog kleuren. Echt meer aan rood. Echt donkerrood, maar zoiets ongeveer. Ja. Gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen. En dan velgen dacht ik gewoon chroom. Met een. Pak gewoon gloss, denk ik. Ik denk dat ik het zo ga doen, denk ik. Zo, ja. Ik denk dat ik het zo ga doen. Ja, deze mooi. Ja. Dus dat is de laatste, ah nee, de voorlaatste auto. Dus nu is het nog één auto en dat is de soort van Skyline. Wel, als hij de Flash. Auto, dat is een soort van een 5-deur Skyline. Dus die gaan we ook lekker pumpen. Dus de bodykits zijn normaal. Ja, kan nog wel mee tegen. Gewoon standaard met spoiletje erop. White body erop, neem maar niks. Precies zo'n track auto voor het circuit en zo. Nu. Redelijk goede bodykit. En dan een kleine white body. Ik ga het met deze doen. Deze lampjes. Bumper. Als ik nu mijn beeld kan verwijderen. Ga ik deze erop zetten. Hoed. Pak ik. En deze gewoon. Spolletje erop.
spiegels laat ik zitten, roll cage, size curves, een lampje bij toevoegen, ik weet niet waarom, maar oké. Bumpers, ik zet een, denk ik de deze erop, spoiler, ja, ik hou deze gewoon. Lichten pak ik deze. Uitlaatje eronder. Dan pak ik weer dezelfde zetels, zoals altijd. Oeh. Hopla. Stuurtje erop. Antrum erop. Opzij, een velgen pak ik. Voilà, hè. Ja, ziet er goed uit. Nu nog een kleursgegevens, hè. Oh, dat is de verkeerde. Ik denk dat ik zoiets ga pakken. Zo. Ja, zoiets. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. De velletjes even kleuren. Hup, pakken gewoon witte velgen. En dan gaan we daar een bijpassende sticker bij toevoegen. Voilà, die gaan we hier ergens plaatsen. Ik hier van onder plaatsen, hier mooi in de hoek. Zie iets groter, zo. Nou, die aan de twee kanten zetten ze. Hopla. Lassen. En dan gaan we nu kijken naar de bodykits van de auto's. Die drie nieuwe bodykits op drie verschillende auto's. Voilà, hier zijn we bij de eerste, de Cobra GT530. Deze heeft een nieuwe bodykit, dus je ziet de grill en de voorbumper veranderen. Dus ja, je ziet er wel een beetje de white body verandert ook een beetje. De Vanguard heeft een nieuwe bodykit. Deze. Ik moet wel zeggen, de voorgaande lijkt op een Nissan S15, vind ik wel heel hard. Dus, maar het ziet er wel goed. Oh, de uitlaat aan de zijkant. Oeh, die achterkant. Oeh, ja, ja, ja. Nu zien jullie ook mijn liveries eigenlijk allemaal. Dus. En dan de Carnage 7C heeft een nieuwe bodykit. Deze denk ik. Ja, heeft een veel bredere white body. Ja. Dus ja. Dat was het zo'n beetje. Dan gaan we nu door naar de nieuwe map. Voilà, we zijn aangekomen in de nieuwe map, noemt Endring. Voilà, zo zien jullie een beetje hoe dat de map eruit ziet. Het is een hele grote map, vind ik zelf. Ik heb er al net op gereden. Dus, ja. Dus als jullie dus een sequential gearbox pakken bij Dynostand, je gaat naar transmissie en zo, dan hoort je deze. Dan hoort je die klikken, dat is dat die in versnelling gaat. Dus de meeste auto's hebben ook een nieuw geluid. Dus zien hoe dat deze noemt. Ik vind het begin tot ongeveer 7000 toeren vind ik het een SR20 noemen, de originele motor van Nissan. S12, S13, S14 en de S15. En boven de 7000 toeren vind ik het een ander geluid. We gaan zien. Ik heb deze auto nagemaakt van James Dean. Hij is nu zo bezig met in Rusland de RDS Championship, de Russian Drift Series. En ze hebben hier een paar weken geleden een evenement op gedaan. Allee, dus een competitie op deze map. En daarvan ken ik deze map heel goed eigenlijk. En ook omdat James Dean een YouTube kanaal heeft en heeft dat ook laten zien en zo. Dus dat helpt ook heel veel als je de map zo'n beetje leert kennen.
vind het niet erg dat deze auto allemaal geluid heeft. Klinkt wel goed. Klinkt wel goed. En dat mocht een keer ook iets anders zijn. Dus ik zal nu laten zien wat die layout was bij een competitie. Dus ze starten een jaar ongeveer. Ze namen deze bocht gewoon normaal. En dan schakelen ze de hele tijd op. Dan begint je hier. Dus zoals jullie zien, ik kan het ook wel omdat ik heel veel fiets heb gezien. En ik heb ook de livestream gezien. Dus. En dan hier was de finish. Dus ik ben super blij met deze update. Eerst zeiden ze dat eerst GSM kwam, die kwam een paar maanden geleden. Dan kwam PC een paar maanden later. Dan kwam 2 weken na de PC update kwam de PlayStation 4 en de Xbox update en PlayStation 5 denk ik. En nu opeens vandaag, dus echt een week later ongeveer, nee denk een paar dagen later van de PC update, hebben ze hem nu ook al op PlayStation gedaan, dus ik ben er super trots mee dat hem al iets vroeger uitkwam. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Het is een andere video, een update video. Misschien dat jullie het leuk vonden, misschien ook niet. Laat het weten in de reacties. Abonneer op mijn kanaal. En like deze video. Bye bye mensen.